Welkom bij de eerste aflevering van het kneuterigste journaal van Nederland. Voor derde jaar op rij zullen we jullie de decembermaand doorloodsen met iedere week een video. Met daarin, wat is er in en rondom de Delftse binnenstad te doen? Mijn naam is Guy Verbeek. Mijn naam is Sarah Hoefnagel en dit is het donkere lagen van het Delftjournaal. Zoals Guy net al zei, gaan we jullie dus weer wekelijks op de hoogte houden van alles wat er in Delft te beleven is. Er is natuurlijk weer een kerstboom, lichtjesavond, maar er zijn ook een hoop toffe nieuwe activiteiten. Daarover gaan wij vandaag in gesprek met Raymond van Uffelen van projectgroep Donkere Dagen van Delft. Ja, maar voordat we met Ray in gesprek gaan, gaan we eerst even terugblikken op toch wel de ellende van afgelopen jaar. Om je geheugen eventjes op te frissen. Vanuit DOC presenteren wij het Donkere Dagen van Delftjournaal. Bij het ontsteken voor de... We kunnen... Het gaat lekker. Ja, ik zat zo uit, dacht ik. Vorige week stonden we live. Zaterdag. Jezus. De foutjaar. Oh, weg was die. En zorg dat je... Ray is inmiddels bij ons aangeschoven aan tafel. Ray, welkom. Dank je. Vanuit de projectgroep Donkere Dagen van Delft. Ben jij in principe op de hoogte van alle hoogtepunten die we gaan meemaken de komende periode? Ja. Wat mogen de mensen echt niet gaan missen? Nou, sowieso lichtjesavond mag je niet missen. Dat is de eerste. Dat is het eerste. 12 december? 12 december. Ja. Vervolgens gaan we naar dat weekend van 15, 16, 17 december. De kerstmarkt die dan plaatsvindt. Ja, dat is de allereerste keer een echte grote kerstmarkt in Delft. Ja, dat wordt echt een spektakel. Ja. Dat is heel veel kramen, maar ook een muzikale ondersteuning, activiteiten, evenementjes eromheen. Dat wordt echt een hele gezellige sfeer. Die sluiten ook aan op vrijdagavond Shopping Night. Mm-hmm. Ook een Shopping Night, waarin de winkels allemaal geopend zijn tot 11 uur. Dan hebben we de zondag hebben we de Center Run van de Rotary Club. Voor het goede doel. Voor het goede doel. En we hebben de Blue Sunday Christmas, die ook weer in het teken zal staan van kerst. In de leuke sferen. Leuk. Ja. Waar kijk je persoonlijk het meest uit? Shopping Night en de Windows White Award. De Windows White Award, dat is eigenlijk een prijs die we gaan uitreiken aan de mooiste etalage van Delft. Ook om de bezoeker te verrassen met de mooie winterse kerstetalages. En hoe kan een winkelier winnen, zo'n prijs? Op www.windowswhiteaward.nl, daar komen alle etalages op te staan. Daar kan je dus op stemmen, daar kun je je stem op uitbrengen. Dan komt er zowel een publieksprijs als een juryprijs. En die wordt op 31 december wordt die uitgedeeld. Te gek. Ja. Nou, gaan we zeker doen. Dus, komende week trekken we onze hardloopschoenen uit de kast om nog even te trainen voor die Rotary Center Run. We mobiliseren natuurlijk onze geliefden en al onze vrienden om gezellig naar lichtjesavond te gaan. En we halen al ons spaargeld nog even tevoorschijn om lekker te gaan shoppen. Want er staat een heel weekend aan... Er is heel veel te doen. Maar mocht je nou denken, Saar, doe even rustig aan met al je evenementen. Ik wil gewoon een keertje even in Delft overnachten of lekker uit eten. Dan heb ik ook goed nieuws voor je. Want het volledige overzicht daarvan hebben wij staan op onze website donkeredagenvandelft.nl. We zijn ook te volgen via Facebook, Twitter en Instagram. Ja, dat zeg ik helemaal goed. Donkere Dagen van Delft. Ga dat volgen, want dan blijf je op de hoogte van alles wat er de komende periode in Delft te doen is. Dat was hem voor nu. Volgende week zijn wij bij je terug. Niet hier in onze studio, maar dan staan we met onze livestream op de markt. En kan je de volledige opening van Lichtjesavond met de ontsteking van de lampjes in de kerstboom live volgen. Dat gaat een feestje worden. Tot volgende week. Doeg.